Goedemorgen, we staan heel vroeg bij de politie. Waarom? Ja, om de kalender van Bumper op te halen, de verjaardagskalender. En ik denk van nou, vrije dag, laat ik eens vroeg op mijn bed uit gaan. Om te kijken of het druk is, maar het valt mee. Ik was er om 19:30 en toen was ik nummer 2, dus ik ben benieuwd. Zou je er vast eentje krijgen? Nou, dat hoop ik wel, en anders neem ik hem gewoon. Kleine Bumper voor de grote Bumper? Ja, ja, deze komt in een mandje te hangen. En hoe heet deze? Dit is Oema. Ook een vuile, hè? Wat verwacht u van de klende? Dat Bumpertje in actie is, hè? Van Puppy tot wat hij nu is, hè? Dat is een volwaardige politiehond, als het goed is. We gaan het zo zien, hè? Ja. Nou, Oema, dus rustig. Helemaal uit Krooswijk om de kalender op te halen van Bumper. Wat is er zo speciaal aan Bumper dan? Ik ben een trouwe fan van hem op Facebook. Ik vind het heel mooi om te zien dat de politie laat zien hoe een politiehond wordt getraind. Hoe het in zijn werk gaat. Bumper is gewoon een hele mooie hond om te zien. En ja, dat de politie dit laat zien aan het publiek is gewoon prachtig. Daarom kom ik speciaal vandaag van hem een kalender ophalen. Ik ga hem eens even bekijken met u samen. Prachtig. Heel mooi geworden. En speciaal uit Krooswijk ben ik er naartoe gekomen om deze op te halen. Bumper zou trots zijn. Ja, ik hoop het. Ik ben ook heel trots om dit te mogen hebben thuis. Nou, hij is in de pocket, hè? Is hij er blij mee? Zij is er heel blij mee, ja. Doei, doei.